bakken met ingrediënten uit de Tweede Wereldoorlog. Ik hoorde net van Puk dat het wormen zijn en bloembollen, dus... Of aardappelcake. Ja, klinkt best gek. Maar ik ben best benieuwd hoe het gaat proeven eigenlijk. Hoe ze dat ook in de Tweede Wereldoorlog eet. We zijn vandaag hier om wat te leren over wat er in de oorlog werd gegeten. Het meeste wat de mensen altijd roepen is meteen inderdaad honger en tulpenbollen en suikerbieten. Maar wat als ik jullie nu vertel dat we in Nederland nog nooit zo gezond hebben gegeten als in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog. We zijn hamburgers aan het bakken. Vegetarische hamburgers. Omdat het van tomaat is gemaakt en in de Tweede Wereldoorlog hadden ze geen niet echt veel vlees meer. We gaan ook een soep maken met een hele onbekende groente in de Tweede Wereldoorlog, namelijk de pompoen. En bij die pompoen gaan we zo min mogelijk weggooien. Want dat deden ze ook als ze min mogelijk weggooien. Dus we proberen ook vandaag zoveel mogelijk steeltjes en dingetjes allemaal te gebruiken. En we gaan bij die soep gaan we ook de pitjes die in de pompoen zitten, die gaan we roosteren. Alles wat ze vonden, aten ze gewoon op. En het was ook de koudste winter voor hun. En dan ze hadden ook niet zoveel om te overleven in de winter. Daarom zijn er heel veel mensen dood gegaan. Omdat ze hadden bijna geen hout en zo. Brandstof was ook schaars. Nou, en dit is een heel mooi voorbeeld. Aardappelkoekjes, waar je niet die aardappels eerst heel lang moet koken. Nee, dit zijn een soort rustiekoekjes. Dus aardappels die schaaf je en dan bak je ze eigenlijk kort als aardappelkoekjes in de pan. We moeten huilen van de uien. Van de uien, van het snijden? Ja. Wij kunnen gewoon naar de supermarkt lopen en hebben daar alles staan. En hun moesten gewoon alles zelf maken en ook met bloembollen en zo. Nou, dat had ik niet gewild. Het is niet dat ze zo met toch wel ook heel veel op uitgingen om in de bossen ook heel veel te plukken. Ik dacht dat we vandaag ook bloembollen moesten gaan eten, maar dat gelukkig niet. Dat lijkt me toch niet heel erg lekker. Het idee dat ze in de grond hebben kunnen zitten en dan weer bloem uitgroeit en dat eet jij dan gewoon. Tulpen die komen in het najaar uit de grond, in september en oktober, en dan zijn ze super lekker. Dus dan zijn ze lekker knapperig en ze smaken een beetje naar noten en een beetje naar asperges. En dit is het moment dat de honger in Nederland heel erg was. En toen zagen die tulpen er dus zo uit, zoals jullie ze zien. Dus je ziet schimmelplekjes. Het zijn gewoon bloemen. De bloemen eet je niet zo snel. Ja, ik vind de soep wel lekker. Ja? Ik vind alleen de pitjes wat bitter, maar de soep zelf is wel lekker. Ja. Je kent het niet en dan smaakt het wel weer anders dan als je wel iets anders kent. Wel zielig voor die mensen die in de oorlog leefden. Dat ze bijna niks te eten hadden en dat al die dingen gebeurden en zo. Dat is wel heel zielig. We hebben het nu heel erg goed. En in de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk heel anders, zeker op het gebied van eten en drinken. En ik denk dat het heel goed is dat we af en toe even terugkijken naar onze opa's en oma's, van hoe dat die het gehad hebben. En dat we dan ook af en toe een beetje nadenken als we zomaar eten weggooien, van dat het ook een tijd is geweest dat heel anders is geweest. Blij dat ik nu leef in plaats van toen. Je had niet echt andere dingen om te eten, dit was het dan gewoon. Ja, heel veel gekletst en ook gekookt, maar dat is ook heel leuk. Ja. Ik heb ook nieuwe vriendinnen gemaakt en zo.